Kom hier, vandaag gaan we een andere godendrank proeven, cognac. Het huis is sinds 1755 al bezig met cognac maken. Zeer oud, zeer mooi traditioneel huis. De voorouders in de 17e eeuw die waren boseigenaars. Nog altijd terug te vinden in hun logo. De Galt Mersur betekent ik ben de heer van het woud. Ze zijn zeer vertrouwd met houten vaten. En dat proef je ook. Alles zit zeer mooi in balans, geen dominantie van het hout. Een grote tijd geleden, een paar honderd jaar, is alles verhuisd naar een oude watermolen, waardoor men eigenlijk nog met natuurlijk water en een natuurlijke humiditeit in de kelder zit. Die zorgt dat we een hele mooie zachte cognac gaan proeven. Wist je dat Pinar del Rio genaamd is naar de Cubaanse vallei waar er de sigarenblaadjes van gemaakt worden? Vandaar ook de naam voor deze cognac. En dat komt er ook eigenlijk in terug. Ik vind, je proeft het ook wel. De keren zijn met het hout heel mooi in balans, heel zacht, niks branden. Fantastisch ook om bij een lekkere sigaar te roken. Nog een heel leuk weetje over het Maison Gauthier. Fantastisch huis, heb ik al eerder gezegd. Maar de XO is onlangs verkozen als beste XO ter wereld. In een harde wereld zoals de cognac wil dat toch wel iets zeggen.